Aan het einde van deze zo prachtig gezongen viering door het Laurentiuskoor, zeer gewaardeerd onder leiding van Joop Rutte. Hartelijk dank ook Joopie aan onze trouwe misdienaars, de lector, de onze kosters. Nog een mededeling van meer persoonlijke aard. Beste vrienden, ik noem u met opzet vrienden naar het woord van Jezus tegen zijn leerlingen. Die zegt, ik noem u vrienden omdat ik u alles heb meegedeeld wat ik zelf van de Vader heb gehoord. U weet hoe in Nederland vandaag, vanmiddag, de uitslag bekend is geworden van het referendum door de vakbonden bij haar leden over het nieuwe pensioenstelsel. U hebt misschien ook al meegekregen, een grote overwinning voor het nieuwe pensioenstelsel. 87% hebben voorgestemd. En in dat stelsel staan ook de zware beroepen staan vermeld. Of het priesterschap onder die categorie valt, dat moeten we nog afwachten. Maar feit is wel, beste vrienden, dat ik zelf afgelopen kerstmis 65 ben geworden. En dat voel ik, dat de jaren gaan tellen. Ik heb enige tijd geleden heb ik dit al met mijn bisschoppen besproken en aangegeven. En de bisschoppen hadden daar alle begrip voor. En ze beloofden me om een plekje te zoeken waar ik het wat rustiger aan kon doen. En dat is niet het gasthuis geworden, want daar kun je het ook rustiger aan doen. Maar dat is Budel geworden. Misschien kent u het. Van de grens van Duitsland naar de grens met België. Van de prachtige Ooipolder naar de prachtige Kempen. Van de klei naar het zand. Maar vooral van heel veel fijne Gelderlanders hier naar ongetwijfeld heel veel fijne Brabanders daar. Ik krijg daar de functie, zo heeft de bisschop uitgevogeld, van dekenaal assistent. En ik ben dan onderdeel, zoals dat heet, van een benoemingencarousel. Dat is de tweede dit jaar, waarin 8 à 9 priesters verplaatst worden. Onze bisschop, beste vrienden, die heeft ervoor gezorgd dat hier bij u alles kan doorgaan. Dat is belangrijk. Hij heeft een tijdelijk vervanger aangesteld. En dat is collega Rudo Franke, thans kaplaan in Groesbeek. In de komende maanden zal monsieur de Korte naar een definitieve oplossing zoeken. Zo heeft hij het kerkbestuur en ook mij beloofd. Voordat ik in Budel begin, ga ik eerst, en dat was al langer gepland, op vakantie om mezelf biddend en bezinnend voor te bereiden op de nieuwe situatie. Maar vooral dankend, heel veel dankend voor u allen, voor en achter mij en opzij van mij. Dankend dat ik bij u mocht zijn, 16 jaren lang. Als ik terugkom, dan zal ik op zondag 14 juli om 10:30 een heilige mis uit dankbaarheid opdragen hier in uw midden. En dan wil ik na afloop heel graag, als u kunt, als u niet op vakantie bent, u persoonlijk allemaal een handje geven. Want tenslotte mag ik u met het woord van Jezus vrienden noemen. Ik mocht 16 jaar lang, mag ik u alles mededelen wat ik zelf van de Vader heb gehoord. Tot zover deze mededeling. Een praktische mededeling, als u dadelijk achterkomt, want ik moet heel veel opruimen, want ik kom veel kleiner te zitten in Budel.
daar liggen prachtige boeken, de Wereldatlas, 23 delen maar liefst. En ze zien er splinternieuw uit, dus die mag u gratis hebben. En als u die wilt, eventjes bij onze kosters aangeven, dan kunt u ze ophalen. En nu voor allemaal, zusters en broeders, naar deze bijzondere mededeling, de zegen over u allemaal en alle die u dierbaar zijn. De Heer zal bij u zijn. Zegenen en beschermen ons en al de onzen hier en in de hemel, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat dan alle heen in vriendschap en vrede en geniet van het zonnetje.